moment is forevermore. Tonight's a turn and he's an open door. Don't ever stop doing the things you do. Don't go.
Ik ben meer
Zoals u weet, heb ik nooit genoeg. Hoe was het, dat was alles wat ze vroeg. Wat ze vroeg. Want zij gelooft in mij. Zij ziet toekomst. Wat ze weet, dit gaat voorbij. Ik schrijf een eigen lied, totdat iemand mij ontdekt en ziet dat ik in de lucht van mij soms geniet. Ze gelooft in mij. Oh, oh, oh. Ik zal blijven wachten. Tot de tijd dat u mij herkent. En tot dan zijn ook je eigen plek.
Nou, het is nu de volgende dag naar Frisian Proms. We waren ongeveer 1:30 thuis. Ik heb het echt super erg naar mijn gezin gehad. Ik vond het echt super cool. En ik vond dat met dat paard het coolste, zeg maar, met die man die met die Friese paarden en alles kon en zo. Dat vond ik zo bijzonder. De tranen stonden me serieus in de ogen. Zo mooi vond ik het. En ik vond het heel cool met dat vuurwerk, zeg maar, dat die man met keihard door de bak ging racen. En het einde en dat liedje van Eugene, Floria heet het, geloof ik, dat liedje. Dat vond ik ook super cool. Dat al die paarden gingen dansen en toen die man dus binnenkwam met dat vuurwerk. En ik heb nog haakjes gekocht. Ja, dat klinkt heel skeer. Maar je had er allemaal winkeltjes en daar heb ik, zeg maar, haken gekocht. Want mijn dekenhaken gaan steeds kapot. Dat heb ik daar nog gekocht en verder niet zoveel, want het is er altijd, nou, het was sommige dingen, ja, je betaalt, zeg maar, wel meer meestal en ik had niet echt wat nodig, dus ik heb niks gekocht verder, alleen die haken. Ik heb echt nu al een lamme arm, maar ik heb het dus super erg naar mijn zin gehad en ik vond het echt geweldig. Ik hoop dat het volgend jaar weer is. Vorig jaar was het, geloof ik, zonder vallenpaarden en toen bleek het heel erg tegen te vallen, maar de volgende keer dat het wordt gehouden, dan ga ik er zeker naartoe, want ik vond het echt super leuk. Nou, ik hoop dat jullie dit een leuke vlog vonden. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doeg!